Dan gaan we dat muureitjes doen. Komen. Hartstikke goed. Hij wordt nu opgenomen, want dan kunnen we het later nog eens terugkijken. En ik heb er heel veel zin in. Ik heb natuurlijk al een beetje een sneak preview gehad. Ik zou zeggen, unmute jezelf eventjes en geef de ster van de middag eventjes een daverend applaus. Dan ga ik in ieder geval even zijn horen. Jullie nog niet. Helemaal goed. Maar ik zie jullie heel hard juichen en klappen, dus dat gaat prima. Top. Wat ik nu ga doen, ik ga een presentatie delen en daar gaat Rivana op instaan. En dat kost eventjes een klein momentje. Wat ik in de tussentijd aan jullie wil vragen, zou je onderin Zoom zit een knopje waarmee je kunt chatten. Zouden jullie daar in de chat eventjes willen delen waar je Rivana van kent of waar je mij van kent of wie of wat? Hoe je je verhoudt tot Rivana? Ben je zijn moeder, ben je zijn opa, ben je zijn oma, ben je zijn juf? Ben je iemand anders? Zet het even in de chat, want het is wel leuk ook voor de andere deelnemers om te weten wie er allemaal zijn vandaag. Dank jullie wel. Slides as virtual background. Ik zie allemaal mensen leuk reageren. Dank jullie wel. De slides worden klaargezet. En dat duurt eventjes. Power Stance Friend van Nancy. Hier, just. Top. We hebben het net gedaan hoor. We hebben het net gedaan. Echt waar. Oh, wat lekker. Wat goed. Wat goed dat dat nog gebeurt. Wat groter. En without further ado. Hier is Rivano. Daar ben ik dan. Ik hoop dat jullie me allemaal goed kunnen horen. Anders dan moet je het even in de chat zeggen, dan kan ik het zien. En dan gaan we gewoon beginnen. Ten eerste dank jullie dat jullie er allemaal moeite voor hebben genomen om te komen natuurlijk. En ja, deze presentatie is dus voor mijn stages, mijn eindstageopdracht. En even kijken, moet ik even zo staan. Dit is de inhoud waar we het vandaag over gaan hebben. Dit is de intro, daar zijn we eigenlijk al mee begonnen. Dan ga ik vertellen over wat mijn stageproject nou eigenlijk is. Dan ga ik de belangrijkste lessen met jullie eigenlijk, ga ik aan jullie vertellen. Mijn top 3 leuke dingen en wat minder leuke dingen. De afsluiting gaan we dan doen en dan krijgen jullie van mij een filmpje te zien. Nou, mijn stageplek heet Happy Game Changers. Dat is het bedrijf van Nancy, zoals je ziet hier leuk op de foto erboven. En wat zij doet is eigenlijk, zij kan ingehuurd worden door bedrijven. Als de bedrijven zeg maar wat minder met hun personeel is, dus hun personeel is een beetje naar beneden gezakt en heeft de motivatie niet meer, dan bellen ze, mailen ze, contacteren ze Nancy eigenlijk. En dan vragen ze, hey, zou je kunnen helpen? Want we willen eigenlijk dat ons bedrijf weer een beetje gaat bloeien. En dat doet ze dan in dit geval in de vorm van een spel. En dat kan van alles zijn. Ik heb het horen laten krijgen dat het er 140 zijn, dus de keuze is reuze. En dat heb ik zelf ook mogen zien. Dat is best wel indrukwekkend, want het is niet iets wat je normaal gesproken op de tv of ergens op een YouTube-kanaal ziet. En het is best wel educatief, kan ik zeggen, want er zijn sommige mensen die er geen zin in hebben. En dan vind ik het toch knap van Nancy dat ze die mensen toch wel aan het bewegen krijgen. Waarom heb ik nou voor Happy Game Changers gekozen en niet voor bijvoorbeeld een bakkerij of zo? Nou, het sprak me ten eerste heel erg aan natuurlijk spelletjes spelen. Dat is wat iedereen aanspreekbaar vindt. Maar ook omdat wat Nancy doet mij best wel veel aanspreekt. Niet alleen de spelletjes kan, maar ook de serieuze overleg en evenement kan. Omdat dat gewoon wel iets is waar ik van denk, hey, dat kan mijn richting worden. En dat is toch wel interessant om erin te verdiepen. En natuurlijk omdat het gewoon altijd gezellig is hier ook. En waarom is het nou zo speciaal hier? Het is niet zoals een normaal bedrijf. Je zit achter je laptop, je typt maar wat. Nee, je bent hier echt aan het bewegen. En dan ben je een spel aan het uittesten. Bijvoorbeeld omdat die moet worden getest. Omdat het anders niet weet of het wel of niet werkt. Maar je bent ook bijvoorbeeld in meetings of in podcast bijvoorbeeld. En dat is zeg maar wel iets waar ik zelf heel erg de 6 weken van heb genoten ook. En zeker meeneem in
hierna, zeg maar, dat het wel gewoon mogelijk is om, nou, in ieder geval zover te komen als dat Nancy doet. Dan ga ik 3 van mijn belangrijkste lessen met jullie eigenlijk bespreken. De eerste dag dat ik hier kwam, hebben we eigenlijk meteen afspraken gemaakt, zodat het net wat soepeler gaat dan normaal. En onder een van die afspraken was, als je iets moeilijk vindt of je hebt ergens moeite mee, zeg het dan gewoon. Want dat helpt niet alleen voor jezelf, maar ook voor bijvoorbeeld, nou, in dit geval Nancy. Zodat we een beetje weten van, hey, hij heeft er wat moeite mee, daar kan ik hem bij helpen. En zelf vond ik het ook heel fijn dat we dat konden doen, zeg maar. Want als ik ergens op stuk liep, dan ben ik heel snel ervoor om zelf mijn dingen te doen. En dan ben ik eigenlijk iets aan het verpesten wat ik met hulp van Nancy of van iemand anders misschien wel beter had kunnen doen. En waardoor ik de uitleg had kunnen krijgen van, hey, je had het ook zo kunnen doen en daardoor los je het eigenlijk op. 1 van de 3 is ook SMART. Dat staat hier achter mij. Dat ga ik met jullie een beetje doornemen. Mijn stageopdracht zonder corona zou eigenlijk de wintermarkt zijn hier ook. Maar die is helaas door corona niet doorgegaan. Maar ook voor deze opdracht, voor de presentatie, hebben we SMART gebruikt. We hebben dus gekeken van wie willen we allemaal hebben. Nou, dat zijn jullie allemaal die natuurlijk zijn uitgenodigd. En daar zijn we eigenlijk gaan kijken wat hebben we daarvoor nodig om die mensen te bereiken. En waar willen we het doen? Nou, dat is in dit geval op Zoom. En daar valt hoe eigenlijk ook onder. Pardon, sorry. Dan heb je M. Wat wil ik zien, voelen, horen? En is dit doel bereikt? Voor mij is dat nu, als ik zo meteen klaar ben met mijn presentatie, dat ik voel van de mensen hebben weer wat geleerd over mijn 6 weken. En dat ik, zeg maar, mijn dingen aan jullie heb kunnen uitleggen die ik wil uitleggen. Dan ga ik even een beetje opschuiven. Wat ik niet wil zien en kan en ervaren en kan ik dat alleen. Soms kan je natuurlijk hebben dat je met veel meer mensen werkt, maar dan ga je alsnog kijken, kan ik dat stukje alleen doen? Zo niet, wie heb ik dan de hulp ervan nodig? En zowel, hoe kan ik dat dan gaan doen? Dat hebben we hier ook gedaan. Wat ik bijvoorbeeld niet wil zien is dat zometeen het internet plat ligt en dat we halverwege stoppen, zeg maar. En dat kan ik prima alleen, want als het goed is, werkt het internet gewoon vandaag goed. Dan gaan we naar de R. Is dit haalbaar en overeen met de stemming van de rest van de agenda? Wat hebben we hier dus gedaan? We hebben gekeken, hebben we niet dingen op de planning staan, zoals belletjes met bedrijven of videocalls, waardoor we, zeg maar, niet hoeven te zeggen van, hey, we moeten helaas dit afzeggen, omdat we nu dat half uur nodig hebben om in wezen mijn presentatie te geven. Nou, in dit geval was dat dus niet zo en hebben we dus presentatie kunnen geven. Dan hebben we ook nog de deadline, want er zit natuurlijk een deadline aan, want ja, het moet een keer af zijn natuurlijk. En dat was vandaag. En daar hebben we eigenlijk stapje voor stapje naartoe gewerkt. Dus we hebben een presentatie gemaakt. We hebben eigenlijk voor onszelf gekeken, wat willen we zeggen en wat hebben we daarvoor nodig om dat te kunnen zeggen. En dat is nu eigenlijk tot dit gekomen. Dan heb ik ook, stel niet zomaar je werk uit. Die ken ik als geen ander. Er waren best veel dingen op het bord. Mijn scrumbord kan ik zo wel laten zien. Die waarvan ik dacht, ja, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in, of dat trekt mij niet aan om niet te doen. En ik was eigenlijk meer van de educatieve dingen. Dus als er bijvoorbeeld stond het vuil wegbrengen, dan bracht ik liever het vuil weg, omdat ik achter mijn computer een filmpje ging kijken over iets. Maar toch heb ik met de hulp van Nancy, maar eigenlijk ook heel veel zelf, heb ik mezelf er doorheen gehaald en gewoon tegen mezelf ook gezegd, kom op, doe het nou even, want dan is het klaar. En dat is wel echt iets wat ik zeker ook na mijn stage nog meeneem. Dat ik niet zomaar dingen moet gaan uitstellen, want dat heeft voor mij heel veel gevolgen, want dan komt het later eigenlijk op een hoop van alles wat ik heb uitgesteld. En dat wil ik niet, want ik wil juist de rust nemen voor alle andere dingen. Dan gaan we door naar de volgende. Dat is mijn top 3. En dat zijn de top 3 leuke dingen en wat minder leuke dingen. Laten we beginnen met de leuke dingen. Ik ben natuurlijk met Nancy samen ook op pad geweest. Helaas maar 1 keer, maar toch was het wel een leuke avond. We zijn naar Brunel geweest. Daar heeft Nancy een workshop gegeven. En daar mocht ik bij zijn. En wat Nancy eigenlijk meteen vroeg toen ze zei, we gaan naar Brunel, is, zou je voor me willen filmen? En ik zei, natuurlijk wil ik dat doen. En toen kwamen we bij Michiel. Die zit hier ook. Die zit ook in de dingen hier ook. Bij de mensen. En hij zei eigenlijk, nou, als we even een keertje een middag afspreken, gewoon hier, dan gaan we een beetje filmen, zodat je ook
een beetje onder de knie krijgt, hoe kan ik nou filmen met mijn telefoon? En dat is uiteindelijk best wel goed gegaan. We hebben de hele avond, 2 uurtje lang, zijn we daar echt geweest om, om Nancy te zien, zeg maar. En daarnaast zijn we, dat is een mooi bruggetje, daarnaast zijn we meteen 2 dagen daarna gaan bewerken. Dus we hebben het geknipt, we hebben het geplakt, we hebben de foto's erop gezet. En dat is eigenlijk ook best wel goed gegaan, moet ik het zelf zeggen. Ik had ook heel veel plezier in, want het was wel echt iets wat ik al een keer wou doen. En dat ik nu dan de kans krijg om het te doen, zeg maar, met mensen die ook echt verstand van hebben. Dus dankjewel Giel en Jan-Willem. Maar ik heb ook bij Petra een lesje duurzaam onderhandelen gekregen. Ook samen met Nancy en nog meer mensen. En dat sprak me ook wel aan, want ik merkte vaak dat ik mensen hun ideeën heel snel gewoon afwees. En dacht, ja, maar mijn idee is beter. En na de les van Petra heb ik toch wel echt meer inzicht gekregen van, hey, het kan ook op een andere manier worden opgelost. En het hoeft niet altijd mijn idee te zijn. Gaan we naar de top 3 minder leuke dingen. Die moeten natuurlijk ook komen. Wat eigenlijk meteen de eerste dag op mijn lijst stond, was de tekenvierdaagse. Die heb ik ook heel lang voor mezelf uitgesteld, want ik had er niet heel veel zin in, want tekenen sprak mij niet echt aan. Maar eigenlijk als ik zo terugkijk, de laatste 2 weken heb ik hem binnen 2 dagen gedaan. En eigenlijk dacht ik van, waarom heb ik hem nou uitgesteld? Want eigenlijk was het best wel leuk. En heb ik er nu ook wat aan, want ik kan tekenen zoals dat in het filmpje wordt gedaan. Wat ook wat minder leuk was, was dat ik nette kleding moest dragen. Ik hou er niet zo van als ik nette kleding moet dragen. Ik ben meer gewoon van het lekker comfortabel kleding. Maar natuurlijk als ik naar een klant ga, dan kan je niet helemaal in je joggingspak komen. Dus dat werd wel nette kleding. Dus dat vond ik minder leuk. Maar daar heb ik me ook tot ingezet. En dacht ik, nou, we doen het gewoon. En de derde, dat was... Even denken, moet ik even denken hoor. Oh ja. Alle filmpjes die ik eigenlijk niet zo interessant vond, die heb ik ook eigenlijk de laatste paar weken gedaan. Omdat ik dacht, ja, waarom zou ik nou zo'n filmpje kijken als ik ook gewoon iets anders kan doen? En dat sluit dan weer aan op niet zomaar uitstellen. Dat had ik beter niet kunnen doen. Nou, ja, dat had ik beter niet kunnen doen, want daar zit ik daar aan het einde mee opgeschreven. En er waren best wel veel filmpjes. Dus ja, maar ook daar heb ik me tot toe gezet en dacht ik gewoon, laten we het gewoon doen. Dan is dit het einde voor nu, zeg maar. Dan wil ik jullie sowieso allemaal bedanken voor jullie tijd, voor jullie inzet om te komen. Dan geef ik nu Nancy nog even het woord, want die wil ook nog wat zeggen. Yes. En volgens mij gaan we eerst je filmpje nog even kijken, want dat is natuurlijk eigenlijk nu in plaats van de wintermarkt het grote stuk. Dus ik stop even met het delen van deze. En dan zal ik eventjes... Livano heeft dus echt hier alles zelf gedaan. Hij heeft natuurlijk hulp gekregen van een aantal mensen, maar het editen en het knippen plakken en al dat soort dingen heeft hij echt zelf gedaan en dat vind ik echt super tof. Omdat het voor mij als ondernemer ook heel waardevol is, want ik heb namelijk vaak klanten die aan mij vragen, heb je wat beeldmateriaal? En dat heb ik nu. Dus dat is voor mij als stagebegeleider natuurlijk helemaal top. Dus without further ado, laat ik jullie zien het filmpje wat gemaakt is door Rivano over de Happy Game Changers. Kun je een duimpje geven als het goed gaat? Hebben jullie alle verschillen gevonden, ja? Ja. Top. Mooi. Ga met de rug naar elkaar toe staan. Oh, mag ik het dan weer terug aan doen? Ja. Oké. 3 dingen aan jezelf veranderen. Steek je hand op zodat het werk is klaar. Verander 3 dingen aan jezelf. Ik ga het houden. Ik ga het verder.
Denk je dat het opvalt? Ja, er gebeuren bijzondere dingen als je dat doet. Teams te bouwen en feedback te stimuleren, ook een heel mooi mail. Ga ik nu mee spelen? Dat heet Zoom. Jullie hebben allemaal van mij een kaart gehad. En die vormen met z'n allen een verhaal. Ja, dus mijn vraag aan jullie is om ze op z'n kop in een goede volgorde te leggen door met elkaar te communiceren over wat je kaart hebt. Maar je mag ze niet laten zien aan je buurman. Nee. Ik heb een golf of een aarde op afstand. Eén van de twee. Ik heb ook een aarde op afstand met een heel klein vliegtuigje. Dat kunnen we wel eens accentueren. Degene die denkt dat hij het meest uitgezoomd is, dat van de ene kant gaat staan en de andere kant. Zoom! Zoom! Wie heeft de aarde? Ik! Jij hebt wel heel veel ingezet, hè? Dit is de hele. Dit is echt een aardig. Mijn aarde was zo. Oké. En dan jouw aarde was? Ja, het was wel iets groter. En de mijne was nog iets groter. Ik heb een postzegel. En op die postzegel zit een cowboy in de desert. Oh, en daar hebben we cowboy in de desert. Is een tv'tje. En daar zijn autootjes in een stad. En dat heb ik in mijn andere hand. Dus ik ben dus daar in allebei. En op dat scherm staat een bus waar een cruise ship op staat. Dat is zo klein. Ja, dat is iets groter. Dit is alweer de aarde een heel stuk groter. En dit? Het is de aarde met een heel klein vliegtuigje. En dit is de aarde met een vliegtuigje. Ja, ik denk dat die klopt. Zijn er nog meer vliegtuigen? Want ik heb in de cockpit. Ja, dus jij komt waarschijnlijk naar mij, want ik zie het gezicht, het hoofd van een piloot. Ja. Waar in ieder geval bergen. Lief jou. Bomen. En een soort van rietenhuisjes. Okay. Maar het is voornamelijk gewoon de mast. Want dan gaan we helemaal van postzegel naar het woestijntje, naar het tv'tje, in de woestijn, naar een stads... Naar een bus. Naar een bus. En op die bus staat een reclame voor een cruise. Wat heb jij dan? Ik zie het hele meisje en de hele tafel. Ik ook. Ik zie een stukje. Ah, meer informatie. En de doos waar het uitkomt. Ik ook. Ik heb waarschijnlijk exact dezelfde kaart als jij. En ik zie een vinger in het hoekje van de foto. Oké, ik denk dat ik iets even meer uitzoek dan jij. Bij mij speelt het meisje, lijkt me een beetje. Lijkt speelt het huisje op de tafel. Wie wil ze omdraaien? Ja! Oh, ja! Oké, ja! Ja! Nee, je moet daar beginnen, dat is veel leuker! Het gaat zo goed! Gaat die nog goed? Nou, het gaat wel aardig, ja. Ja, gaat die nog goed? Behalve dat ze op de kop liggen, gaat het best oké. Daar zit het. Deze klopt niet. Nee, daar gaat iets mis. Hé, hey, daar zit de kooiboy. Hey, wat is dit dan? Hier neergelegd. Ja. Die had je opgestapeld, maar dus in de volgorde. Ja. Oh. Nee, de kooiboy hoort ergens meer daar een beetje. Maar goed, ja. Oké, we gaan door. Is dat een stokfout? Boom. Blad. Sneeuwwitje op tafel aan het spelen. Sneeuwwitje op tafel aan het spelen. Handjes van Sneeuwwitje op tafel. Ja, varkentjes, kindertjes voor de traan, die zien de haan en de kangoeroehaan. Wow. Nou, iedereen begon gelijk als een gek bij elkaar te praten, want het schoot niet echt op. Mm-hmm. In ieder geval één iemand, volgens mij uiteindelijk al meer, die zei van misschien moeten we het even als centrale aanpakken. Mm-hmm. Ja. En toen ging het al een stuk beter.
Nou, ik hoop dat de helft niet aan het opletten was. Omdat we dan onvisier waren en iemand zei, oh, maar ik heb ook nog iets met een vliegtuig. Ja. Vijf keer vrij was er echt iets met een vliegtuig. Nee, niemand kijkt. En dan ging het door, oh ja, vliegtuig. Dus ja. Toen nee, maar het is wel typisch een leuk spel wat je als co-op kan doen met een grotere groep. Ik heb dit dus ook een keer gedaan en daar was één manager en die had, ik denk, deze. En die heeft echt letterlijk een kwartier lang geroepen, I've got pigs! I've got pigs! En die liep echt zo rond, I've got pigs! I've got pigs! En die kreeg dus na afloop terug van zijn team, dit is dus precies wat jij doet. Ik ben voornemens om zelf een eigen versie te laten maken door een kunstenares die voor mij een gameversie wil maken waarin je in een dobbelsteen, in de stip van de dobbelsteen en dan in het backhandspel terechtkomt. Dat moet nog gemaakt, maar zodra het er is, roep ik wat op mijn LinkedIn, zodat het... Want het is zo'n leuk spel. Ik wil een eigen versie gaan maken, dus ik zal daar geluid over gaan maken. Ja, leuk. Is leuk. Jij stond ook, vertel even wat jij, want jij was aan het observeren op een gegeven moment. Omdat je zo eigenlijk een beetje verbaasd reageerde van wat gebeurt er nou eigenlijk. Terwijl je ook onderdeel van de groep was. Dus dat vond ik ook wel interessant dat je jezelf ineens even... Nou, ook voor mij wel deel omdat ik deze ook al een keer eerder gedaan heb. Om te observeren van, kijk, wat gebeurt hier nou? Want ik ben de eerste keer dat ik dit gedaan heb, begon ook niet zo in de kring. Ik heb dit, ik zie dit. En toen denk ik, oh, ik zie dat ook. En de mensen elkaar ook een beetje uitspreken. En nu zag ik chaos. Dus het kwam bij elkaar en na twee minuten, of na een minuut, dat iemand zei van, nou, laten we eens om en om gaan. Boef, subgroepjes. Dat is super interessant om te zien. Maar nu was het wel. Doe maar dit een keer met kinderen en je bent in vijf minuten klaar. Maar ook goed? Ja. Hè? Ja. Maar dat is toch gewoon hier kijken hier en... Nee, kinderen zijn gewoon hier in dit soort dingen gewoon vele maanden sneller en beter. Ja, ik heb heel vaak met de klas hoor, mijn zoontje heeft gewoon, dus de klas, dan hebben ze gewoon, dat moeten ze bij elkaar zoeken. Iedereen krijgt iets van een woord of een plaatje en dan moet je gewoon in je klas, in klasnootje kinderen die je zelf in het noten. En nu? Boem, 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 klaar. Ja. Was dat de afronding, Nancy? Boem, 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 klaar. Goed gedaan, Pik. Echt helemaal top. Zoals altijd gaan er natuurlijk dingen mis. We horen jullie nog niet, maar dat gaan we zo maken. Dat komt goed. Ik zou heel graag nog even één minuutje. We doen alles met de timetimer hier, want zo zijn wij bij de Happy Game Changes. Daar was Rifano ook heel blij mee. En die kende die ook wel van school. En dat kun je dus ook gewoon nog gebruiken als je groot kind bent. Ik wil heel graag heel even kort nemen om te vertellen wat ik heb geleerd. Tijdens de stage van Rifano. Wat ik heb geleerd is dat de muziekteksten van de jeugd van tegenwoordig... zei ze dat nou hardop, de jeugd van tegenwoordig? Ja, dat zei ze. Die zijn zeer expliciet. Ik heb af en toe echt met mijn oren zitten klapperen hier op het kantoor. Dus dat was echt... enerverend. Overigens zat hij van de week ook gewoon stiekem gedanst van Toontje Lager te luisteren en mee te zingen. Dus gelukkig kwam mijn oude hart af en toe nog een beetje bijtrekken met wat golden oldies. Ik heb ook geleerd dat als je zoekt naar iets waar je echt enthousiast van wordt, je dan ook echt van waarde bent en iets toe kunt voegen aan deze wereld. Ik heb geleerd dat je stom werk niet moet uitstellen. En dat was een les die ik blijf leren en blijf leren en blijf leren. En ook een van de belangrijke lessen van Rifano zelf. Ik heb geleerd dat ADHD nooit een excuus mag zijn. Maar wel dat het je helpt als je strategieën vindt die daarbij passen. Dat hebben we gedaan met het Scrumboard, waar ik heel erg fan van ben. En wat voor Rifano ook goed werkte. En ik weet dat mij inmiddels thuis ook toepast. Vind strategieën die voor je werken. Gebruik het niet als excuus, want eigenlijk is het natuurlijk gewoon stiekem een superpower. Stom werk moet ook. Stel het niet uit. Die heb ik twee keer opgeschreven. Zo belangrijk vind ik het. Als je een keer een slechte dag hebt, is dat helemaal prima, want morgen is er weer een nieuwe. En als een puber, als een soort van verdwaasde leguaan met een mobiele telefoon in zijn klauwen op een bank hangt, dan leert hij even goed. Dat heeft mij echt verbaasd, jongen. Dan komt het gewoon aan ook, wat er gebeurt. Dus Just en Roel, hij heeft echt heel veel opgepikt van jullie podcast, waar hij te gast bij mocht zijn. Hoewel hij echt zo op de bank hing. Maar dat gelukkig heeft Rifano een stageplek, waar dat dan ook gewoon even kan.
Wat Rivano nog heeft geleerd vanuit mijn perspectief, wat hij niet per se in zijn presentatie had zitten, en ik ga er snel doorheen, is hoe ziet een Stichysaurus eruit? Wat is Scrum en Agile? Hoe werkt zakelijk tekenen? Dus zakelijk tekenen is, beeld is altijd veel sterker dan taal. Ik heb hem uitgelegd, dat staat daar nog op het bord, het Pareto-principe, de 20-80-regel. Hij heeft geleerd hoe hij een website moet maken. Op rivanobeck.nl kunt u het resultaat bekijken. Hij heeft echt een boost gehad in zelfvertrouwen. Hij heeft geleerd dat een whiteboard geen klimrek is. Hij heeft geleerd dat je er met de juiste strategieën ook gewoon komt. Hij heeft geleerd dat iedereen wordt beoordeeld op zijn voorkomen. Dat zal ik even kort uitleggen. Ik had een gesprek met iemand in het Engels, dus ze hoefde niet mee te doen. En hij zei, goh, wat ziet die mevrouw er slim uit? Dan zei ik, vind ik bijzonder dat je dat zegt, want je hebt er niet gehoord of gesproken. Maar wat betekent dat dan dus voor jou? Als jij al zo een beeld bij iemand hebt, terwijl je alleen maar een beeld ziet, wat zou dat dan betekenen? Nou, ik denk, lieve mensen, dat jullie het resultaat vandaag hebben gezien. Ik denk dat Rivano er stond, zijn verhaal deed en met zelfvertrouwen en dat dat echt heel goed is gegaan en dat hij waarschijnlijk ook nog best wel heel slim overkwam, omdat hij er zo bij stond. Dus dat heeft hij ook zeker geleerd. Output is belangrijker dan aanwezigheid. Als je 4 uur aan 1 stuk bezig bent met het bewerken van een filmpje, krijg je pijn in je rug. Regels en kaders zijn goed en binnen de perken mag je ze af en toe best een beetje buigen. Wat voor jou makkelijk is of lijkt, kan van grote waarde zijn voor een ander. Het formaat van het filmpje is voor Instagram. Ik heb echt de ballen verstand van Instagram. En er staan meer filmpjes van Rivano op Instagram van Happy Game Changers. Dus daar kun je ze nog zien. Voor hem was het makkelijk om dat allemaal online te gooien. En ik ben daar heel blij mee. Voor mij is het van grote waarde geweest. En er is niks mis met een beetje chaos op zijn tijd. En de laatste les is, spelen is oké, ook als je groot bent. En dan wil ik afsluiten met een aantal superpowers die ik heb ontdekt bij Rivano. Die hij misschien zelf wel weet of niet weet, dat weet ik niet. Maar dat zijn in ieder geval de dingen die ik bij hem heb gezien. We begonnen met de wintermarkt, ging niet door, corona. We zouden naar Leeuwarden, ging niet door, corona. We zouden naar Douwe Egberts om een workshop te gaan doen, ging niet door, corona. We gingen op een dag aan de slag met allerlei website dingen. Bij Bogota, kabel kapot getrokken, heel internet, de hele dag plat. Van de week deed het water het niet. Nou, we hebben echt de ene na de andere dingen voor onze kiezen gehad om mee om te gaan. En Rivano heeft aangetoond dat hij een fantastisch aanpassingsvermogen heeft. Hij is heel flexibel. Hij kan heel goed denken in oplossingen. En komt daar dan ook mee. En dit is eigenlijk het mooiste voorbeeld ervan. 2 weken terug hoorden wij, de wintermarkt gaat niet door. En dit is nu wat er als plan B uit is gerold. En daar ben ik waanzinnig trots op. Hij kan heel goed associatief denken en mindmaps maken en dat soort dingen. Dus hij kan heel snel. Hij heeft net bedacht dat mijn ik heb een tosti gecremeerd per ongeluk. Want dat gebeurt wel eens bij wat neurodiverse breinen. Dat je vergeet dat er nog iets in een tosti-ijzer hangt. Rivano heeft al bedacht dat we een onderzetterlijn van verbrande tosti's kunnen gaan maken. Om even een voorbeeldje te geven van hoe creatief hij kan denken. Even kijken. Reflectievermogen vind ik ook een hele belangrijke. Ik kan hem vertellen wat er allemaal niet goed is. Maar dat kan hij zelf ook heel prima. En ik denk dat de zelfreflectie, dat dat een van de belangrijkste superpowers is die je kunt hebben als mens om ook jezelf te laten groeien. Creativiteit, niet heel onbelangrijk, gevoeligheid, zorgzaamheid en het lef om open durven te zijn. En lef wil ik eigenlijk mee afsluiten, want dat heeft hij echt. Hij vond dit reeds spannend volgens mij, maar hij stond er en hij deed het. Ik wil eigenlijk overgaan tot het stageboek. Want ik moet Rivano beoordelen. Dat is goed, dankjewel Hilde. Ik zie de chat intussen. zet allemaal even je hoofddeksel af als je die nog op hebt. En ik wil heel graag even van jullie weten. Dankjewel Robin. Als het gaat over wat je allemaal van ons allebei hebt gehoord. Ik pak ze allemaal bij elkaar. Vaardigheden, inzet, motivatie, werkhouding, verzorging, omgang met materiaal,
communiceren, samenwerken, inzicht en tempo. Is hij dan geslaagd? Petje op. Ik zie duimen, ik zie petjes op, ik zie van alles. En ik zie John met zijn hoodie op. Hartstikke goed. Vaardigheden. Hij heeft van mij natuurlijk instructies en procedures gehad. Veiligheid was een belangrijk issue. Nou, jullie zitten allemaal veilig in je bubbeltje thuis. Omgang met hygiëne, de behoeften van de klant en met druk, tegenslag omgaan en prioritering. Is hij op dat gebied geslaagd? Zet je petje op als hij geslaagd is. Nou, ik ben het geloof ik helemaal met je eens. Kom erbij. Wat mij betreft ben je dik geslaagd. Ik heb een paar spellen. Hoe kan het ook anders? En we hebben het er vanmorgen over gehad. Dat als je hard werkt, dat wordt beloond. Mm-hmm. Dus ik heb ook nog een stagevergoeding voor je. En dat hebben we niet afgesproken. Maar je krijgt hem toch. Dank je. Alsjeblieft. Maar heb bedankt. Ik ook nog iets voor jou. Ik vind het zo jammer dat mijn geluid nou niet wil. Het is niet natuurlijk een heel groot ultiem cadeau, maar toch een bloemetje. Ah, dat is super lief. Dankjewel, man. Nou, moet je eens even kijken wat een mooie bos. Geweldig. Onwijs bedankt. Nee, jij bedankt voor de 6 weken dat ik bij jou gewoon ga. Helemaal top. Dankjewel. Nou, jeetje, daar nou sta ik met bloemen. Wat heerlijk. Helemaal goed. Doeg just. Ik zie best uit die gaat. Doeg. Ik vind het... Ik heb een beetje ruzie met het geluid. Als jullie nog vragen willen stellen... In principe zit de tijd erop. Wij vinden het niet erg om nog even te blijven. Maar misschien dat mij nog even wil. Ik weet niet of jij nu gaat beoordelen mij ook. Nou, ik... Bijna gaat nu natuurlijk niet zeggen... Hij is niet gesluit. Nee, dat zou ik nu niet meer durven. We kunnen je niet horen, mij. Heb je één momentje? Oh, ik denk dat het handigst is. Als jij de koptelefoon even pakt en even opzet. Ik denk dat het dan wel gaat werken. Dankjewel, Michiel. Helemaal goed. Hoor je nu al wat? Nee. Heb je kan je mij horen? Ja, ik hoor je mij. Hoor je de rest ook waarschijnlijk nu? Nee. Ja, ik niet. Maar dat geeft niet, want jij bent belangrijk. Mag ik praten? Of zijn er nog andere mensen die iets gewoon iets even tegen je willen zeggen? Want ik ga natuurlijk nog vragen stellen. Ja, nou, mensen mogen zichzelf als vragen weer unmuten en dan kun je ze stellen. Goh, jee, wat te gek, hè? Ja. Ik dacht dat ik natuurlijk bij de presentatie erbij zou zijn, bij jou, daar. En toen kreeg ik opeens die digitale uitnodiging van je. En toen dacht ik... Wauw, dat is echt heel erg van nu. Jullie hele aanpak is heel erg van nu. En ik denk dat het ook voor ons op school wel een soort eye-opener is. Nancy die zei ook wel van dat stageboekje, ja leuk, maar wat is het ontzettend achterhaald en ouderwets. Nou, jullie hebben ook echt dan je eigen manier gevonden om dit af te sluiten. Dus dat vind ik echt heel leuk. En ik hoop dat we dit ook kunnen meenemen in school. Ik denk het wel, hè, Gigi? Ja, Gigi doet ook de duimpjes omhoog. Ja, en joh, ik heb zelden zoveel geleerd van een stage als die van jullie. Ik neem allerlei dingen mee die jullie verteld hebben, neem ik nu al mee, zoals jullie al zeiden, bij mij thuis, maar nu ook bij mij op school. Iedereen die het maar wil horen, val ik ermee lastig. Dus ik vond het ook zelf heel erg fijn. En ik vind het ook heel knap dat jullie jullie 6 weken met z'n tweeën hebben volgehouden. Zelfs op dagen dat er geen internet was en zo, dat jullie dat dan toch nog... al die tijd hebben uit weten te zingen met elkaar. En ja, je bent natuurlijk heel dik geslaagd. En die dingen die ik daarvoor in je boekje moet krabbelen, die krabbel ik er wel in als we maandag elkaar zien. En ja, te gek. Misschien is het ook nog wel de moeite waard voor jou om in de klas iets te vertellen daarover. Over wat je geleerd hebt. Ik denk dat dat hartstikke leuk is. Zeker, dat gaat er goed komen. Dat weet ik zeker. Mooi, was je zenuwachtig? Beetje, maar... Dat... Is het van je afgevallen nu? Ja,
toen ik eenmaal was begonnen, toen was het gewoon gaan. Toen viel het al van je af. Ja. En waarom heb je nou nu toch de relaxte kleding aan en heb je nu niet een hele nette kleren aangetrokken? Ja, heel simpel, omdat ik vandaag niet naar een klant hoef en gewoon hier sta. Dus dan hoef ik niet helemaal netjes op en top aangekleed te worden. Oh, heel goed, heel goed. Misschien vragen waarom ik met trainen voor vandaag aan. Ah. Ja, nou, ik ben heel trots op je en ook op Nancy. En zeg maar even tegen u dat ik er echt heel erg wil bedanken voor dit allemaal. Ja, heel erg bedanken voor dit allemaal. En je, ik denk dat Rifano niet een... Hey. Ja, nu hoor ik je ook. Nu ik hoor denk ik je niet wel. Je... Nu weer. Ik word je gek kapot? Van. Heb je het knopje gezeten nee. van? Nee. Oh, hang on bij mij. Sorry hoor. Technisch fout. Ben je er al? Het is... Ja, nu ben ik er. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, ik denk niet dat Rifano een betere stage had kunnen hebben dan dit. En ik denk dat hij echt heel erg veel van je geleerd heeft. En nou ja, ik heb het al 2 keer tegen je gezegd. Je zou fantastisch zijn voor het onderwijs. En jij hebt al 2 keer aan me uitgelegd waarom je dat niet doet. Maar het is heel erg bedankt. Ik heb ook echt veel van je geleerd. En wat ik al tegen Rifano zei. Ik vind het zo knap dat jullie het 6 weken met z'n tweeën in die kamer daar hebben uitgehouden. En, zelfs als de internet uitvalt en zo. Superleuke plek. En ik hoop dat er wel een keer zo'n soort markt komt daar. Want ik wilde eigenlijk mijn kinderen natuurlijk daar die hele leuke plek ook laten zien. Maar okay. Ja, dit was ook fantastisch. En heel erg, zei ik net tegen Rifano, heel erg van nu. Jij had al een beetje kritiek op ons stageboekje dat het een beetje achterhaald was. En Gigi, die daar zit, heel druk zit in knikken, die is het met me eens dat we echt een beetje meer deze kant op moeten wat betreft eindpresentaties. Weg met het boekje. Dank jullie wel. Ja, dus dat nemen we allemaal van jou mee. En echt bedankt dat jij, je hebt echt iets toegevoegd. Ook aan mij, ja. Dank je wel. Mooi compliment. Ja. Doei. Ja. Nou, dan was dit hem, lieverds. Dan is het klaar. En ik denk dat we een deel van de opname ook nog wel op de website gaan zetten. Ik denk de hele opname. De hele opname hoor ik net over. Ja. Dus, voor wie er niet bij kon zijn, of als jullie nog collega's hebben op school die je misschien graag willen zien, of ooms en tantes die het, waar het niet is gelukt. Maar dan kunnen jullie hem daar straks terugvinden. Onwijs bedankt. En... blijf gezond. Ja, jullie ook. Doei.